Volk van Suriname, we hebben naar alle informaties geluisterd en de regering heeft dan net besloten om de volgende maatregelen te treffen. Wij vinden namelijk dat de economie zo snel mogelijk moet gaan normaliseren. En we hebben gisteren gesproken met exponenten van het bedrijfsleven. Ook zij willen dat de economie zo snel mogelijk genormaliseerd wordt, dat de gemeenschap weer goederen kan kopen, dat de personen weer kunnen gaan werken, dat de mensen weer hun spullen kunnen kopen. En daar hebben ze dus dat alles morgen genormaliseerd zal moeten zijn. Natuurlijk zal de veiligheid aanwezig zijn, de veiligheid zal opgevoerd worden in stad en district. Er zal meer surveillance zijn door politie, ondersteund door leger. Ook voor wat betreft de markten, dat die normaal open gaan. Voor wat betreft de scholen, dat die scholen allemaal normaal open zijn. Er is straks een persconferentie waarbij de minister van Onderwijs ook alle informatie zal geven. De tankstations zullen allemaal open zijn. We hebben begrepen dat er een klein beetje onrust was, omdat niet alle tankstations open waren. Dat ook bepaalde tankstations geen brandstof wilden verkopen. We hebben beslist alle tankstations moeten open. Brandstof moet normaal geleverd kunnen worden. Met staatsolie hebben we gesproken. Je zal zien dat de prijs bij GoTo lager gaat zijn. Omdat staatsbedrijf is, ook GoTo staatsbedrijf moet ons helpen, onze samenleving helpen. En nogmaals, er zijn ook maatregelen getroffen met openbaar vervoer. De openbare bussen, die moeten normaal rijden. Daarvoor heeft de minister van TCT goede communicatie met alle bushouders en bushoudersorganisatie. Wij normaliseren morgen. Wij beginnen morgen met de normalisatie. En die ziet er als volgt uit. Eerst de docenten en de leerkrachten morgen. Morgen nog geen leerlingen en studenten. En de reden daartoe is, het schema dat we hebben op school is ernstig verstoord geweest de afgelopen dagen. En dat moet je weer netjes gaan herorganiseren, opnieuw organiseren. Welke tentamens beginnen wanneer? Welke repetities beginnen wanneer? Welke kinderen komen wanneer op school? Dat is, zo hebben we dat ook gedaan in de periode van COVID. En het is een gewoonte op het ministerie van Onderwijs dat er langzaam wordt opgestart. Omdat de groep bestaat uit 150.000 leerlingen in heel Suriname. En je moet dat netjes voorbereiden. Dus het is gebruikelijk, ook na de grote vakantie, werkt dat zo. Eerst de leerkrachten en de docenten, die organiseren het nieuwe rooster. En dat moet nu ook gebeuren. Je moet het herorganiseren, zodat je een nette start hebt een dag daarna. We begrijpen dat er veel onzekerheid is. We begrijpen dat er angstgevoelens zijn. Maar we moeten de samenleving zo snel mogelijk uit die angstsituatie helpen. En daarvoor is primair verantwoordelijk namelijk politie samen met leger om veel surveillances te hebben, veel buurtcontroles te hebben, veel wegcontroles te hebben en te zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is voor een ieder. Er is enorm veel trauma ontstaan bij ondernemers. De mensen hebben geleefd in angst en angstsituaties. En natuurlijk zullen wij ook de slachtoffers bezoeken. Ik zal als president ook naar verschillende locaties gaan waar mensen getroffen zijn, waar ze slachtoffers zijn geworden, om hen te bezoeken. Omdat deze dingen niet voor mogelijk gehouden werden in Suriname. Het is gebeurd. Maar laten we als Surinamers, laten we als Sernamang ook leren trekken. En wij als regering hebben ook beslist dat we alles zullen doen als regering dat deze zaken zich nooit meer herhalen. Dat alle personen die hiervoor verantwoordelijk zijn, ook door justitie terecht opgespoord en berecht zullen moeten worden. Aan de andere kant zullen wij in communicatie gaan, in dialoog gaan met sociaal-maatschappelijke organisaties. De komende week, al deze week starten we al, met religieuze organisaties, met bedrijfsleven, met u al gestart zijn, met vakbonden, met u al gestart zijn voor goed overleg, gestructureerd overleg om na te gaan hoe wij dit land beter kunnen begeleiden, hoe wij die maatregelen die we treffen beter kunnen begeleiden, kunnen temporiseren, kunnen communiceren met de samenleving. Want ook wij beseffen
dat het zware maatregelen zijn. Minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken hebben opdracht gehad om weer in dialoog te gaan met het IMF. Om te zorgen dat ook het programma goed bekeken wordt naar Suriname. Dat er meer financiële middelen vrijgemaakt worden. Ook vanuit andere financiële instituten zoals de IDB. Om sociaal programma uit te voeren, armoede aan te pakken. En zorg dragen dat er weer verlichting in onze samenleving komt. We praten ook met de politie, met het leger. Waar ze ook aangeven dat ze met de mogelijkheden en middelen die ze hebben hun best gedaan hebben. We complimenteren ook het leger en politie dat ze op deze wijze hebben opgetreden. Natuurlijk wordt er geëvalueerd. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Natuurlijk kon het beter. Maar laat ook rekening houden dat dit allemaal gebeurd is. En wat wij als regering kunnen doen, evalueren. Waar het beter moet gaan, laat het beter doen. En laten we onze samenleving beter gaan beschermen. Maar tegelijkertijd, dat vraagstuk van armoede moeten we goed aanpakken. En zorg dragen, namelijk dat sociaal beleid geïntensiveerd wordt. We hebben net weer gesproken met minister Sociale Zaken en het sociaal programma team. Om na te gaan wat we sneller kunnen doen, meer kunnen doen. Zodat er verlichting ontstaat in onze samenleving. Maar nogmaals, we gaan de samenleving in de steek laten. We begrijpen uw angstgevoelens. We gaan dat wegmaken met effectieve veiligheidsmaatregelen. We weten dat er een issue is met betrekking tot de koers. Daarvoor is er een clusterteam met een platformkoers om dat goed te beheersen, goed door te praten. En dat die maatregelen getroffen worden door alle betrokken stakeholders. Om te zorgen dat de koers en de economie zich gaat stabiliseren. Die containerprijzen vanuit China, die droppen verschrikkelijk. Die prijzen hier in de winkels moeten ook droppen. En de minister van Economische Zaken heeft opdracht gehad met haar team om controles te intensiveren in de verschillende winkels, dat die prijzen gecontroleerd worden. We moeten de samenleving beschermen. Maar laat het niet zo zijn dat als er ontevredenheidsgevoelens zijn in de samenleving, dat personen daarvan misbruik moeten maken. Dat personen daarvan hun eigen agenda proberen in te vullen. We gaan in ieder geval ervoor moeten zorgen dragen. Dat is werk van justitie, dat al deze zaken goed onderzocht worden. Als regering keuren we af wat er gebeurd is. We betreuren namelijk dat er zoveel schade gecreëerd is en zoveel slachtoffers gemaakt zijn. We betreuren het en we leven mee met al de slachtoffers. We leven mee met alle personen die letsel hebben overgehouden. En we hebben net beslist dat er ook een traumateam samengesteld wordt vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Om alle slachtoffers ook goed te begeleiden en dat ook met hun goed komt. We gaan door, samen ook met de vicepresident, om dit land te leiden naar betere tijden.